Ik ben vandaag in Hartje Centrum Rotterdam op de Wena en ga een kijkje nemen in het net verbouwde pand van Randstad. Ik ben Sandra de Kort, inderdaad. Ik werk voor Randstad, voor de regio Zuidwest-Nederland. Ik ben verantwoordelijk als regiodirecteur voor al onze activiteiten in het MKB. En Randstad is een organisatie die is van mens en werk. Hè. Wij brengen al 60 jaar organisaties en kandidaten samen. Wij werken eigenlijk voor iedere sector in het MKB. Dus dat kan zijn de bakker om de hoek, maar dat kan ook het grotere MKB zijn. Hè? Logistieke bedrijven, industriële bedrijven, maar ook de zorg, onderwijs, overheid. Alles wat daarbij hoort. En we hebben ongeveer zo'n 3000 mensen in deze regio aan het werk iedere dag. De afgelopen periode in coronatijd is inderdaad een enorme uitdaging voor ons geweest. We hebben ons natuurlijk geconfronteerd gezien met veel vraaguitval in een hele korte tijd. Nou, we hebben gelukkig wel gebruik kunnen maken van de steunmaatregelen. Dus we zijn in staat geweest om al onze flexwerkers door te betalen voor een bepaalde periode. En wat je ziet is dat inmiddels 80% van die flexwerkers ook echt weer aan het werk is. En dat de andere 20% die hebben van ons een opleiding of training aangeboden gekregen als ze dat willen. Om te kijken of ze binnen hun eigen sector of juist binnen een andere sector opnieuw aan het werk gaan. Als ik naar de toekomst kijk, dan ben ik wel positief. Ik verwacht dat de vraag echt weer aan gaat trekken. Maar de vraag zal waarschijnlijk wel ook in andere sectoren aantrekken dan we voorheen gekend hebben. Dat betekent dat de scholingsagenda voor de komende jaren een van de belangrijkste speerpunten is. Om ervoor te zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk aan het werk blijft. Desnoods in een andere functie of in een andere sector. Sandra, dank je wel voor de hartelijke ontvangst hier vandaag in volgens mij jullie nieuwe kantoor. Dat klopt inderdaad. Je bent een van de eerste die hier in ons vernieuwde pand aan het Wena in Rotterdam rondloopt. Wij zijn in coronaperiode hebben wij verbouwd en zijn wij weer open gegaan. En het prachtige pand is voor iedereen weer toegankelijk. Dus iedereen is welkom om zich hier in te komen schrijven of voor advies in de wereld van werk. Nou, bij deze dan een oproep. Kom vooral langs. En ik hoop jou snel weer te mogen ontmoeten bij een van de MKB-bijeenkomsten. Dat gaat zeker gebeuren. Dankjewel. Ja.